Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie de boeken bespreken die ik heb gelezen in de maand mei. Het zijn niet heel veel boeken, het zijn er in totaal 5. Ik heb de maand mei wat minder boeken gelezen omdat ik relatief wat grotere boeken had. Dus er minder snel doorheen was. Maar ja, ik vind het toch wel weer even leuk om jullie te vertellen welke boeken ik heb gelezen en wat ik ervan vond. Dus mocht jij benieuwd zijn naar de boeken die ik heb gelezen in de maand mei, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste boek wat ik heb gelezen is het boek Kom mee met mij. Het is geschreven door Kristen Roby. Dit boek gaat over Natalie Corner. En zij is fotografe en zij gaat graag in de ochtend heel vroeg op pad om foto's te maken. En dat gaat normaal ook altijd goed. En ze had zich dus ook heel erg verheugd op weer een rustig ochtendje foto's maken. Maar dan komt zij een vreemdeling tegen die eigenlijk haar gelijk beschuldigt dat ze foto's van hem neemt. Ze was deze beste man helemaal niet aan het fotograferen, maar hij eist haar kaartje op. Want hij wil dat ze die foto's wist. Ze probeert hem nog aan zijn verstand te brengen van, joh, ik heb helemaal geen foto's van jou genomen. Dat komt bij hem eigenlijk helemaal niet binnen. Maar ze laat dan uiteindelijk zien waar ze foto's van heeft genomen. En dan biedt hij toch wel zijn excuses aan. En vraagt hij haar mee voor een kop koffie. Deze vreemdeling, dat is Luke Williams. En hij wil vooral rust aan zijn hoofd. En hij wordt dus helemaal gek als hij een camera ziet. En hij blijkt dus een bekende acteur te zijn, alleen Natalie heeft echt geen idee wie hij is. En dat kan hij eerst niet geloven, maar ze weet het echt niet, want het soort films waar hij in speelt, daar houdt zij helemaal niet van. Nou, ze gaan een kop koffie drinken en dat is eigenlijk wel gezellig. En dan komen ze elkaar toch steeds vaker wel weer tegen. Natalie woont samen met een huisgenoot en ze vindt het wel heel vreemd dat Luc eigenlijk heel weinig over zijn werk wil vertellen of over zijn privéleven. Dan komt Luc bij haar thuis en haar huisgenoot wordt helemaal gek, want zij herkent hem dus wel, want zij houdt wel van de films waarin hij heeft gespeeld. En Natalie voelt zich eigenlijk heel erg voor de mal gehouden dat hij er niks over heeft verteld. En ze maakt het eigenlijk ook direct uit. Want ze heeft zoiets, ik hoef niet met iemand wat te hebben die zijn leven voor mij verbergt. Nou, uiteindelijk komt ze dan toch wel weer terug op haar besluit. Omdat Luc toch wel weer wat moeite doet en hij haar wat meer toelaat in zijn privéleven. En hij acteert inmiddels ook niet meer. En hij is nu scriptschrijver voor films. Naast dat Natalie graag in de ochtend foto's maakt, maakt zij ook foto's van koppels. En soms ook solo mensen. En als Luc dan op een gegeven moment binnenkomt in haar studio, ziet hij eigenlijk dat Natalie een man aan het fotograferen is. En dat vindt Luc helemaal niet leuk. Want hij heeft gelijk door dat deze man wat meer van Natalie zou willen dan eigenlijk kan. Omdat zij een relatie heeft met Luc. Dus deze relatie heeft best wel veel hobbels. En het is ook best wel lastig voor beide om ermee om te gaan. Maar uiteindelijk weten ze toch hun problemen wel te overwinnen. En komen ze toch, ze zijn er wel bij elkaar, maar komen ze er toch wel doorheen. En dat vond ik wel heel erg mooi aan dit boek. Ik vind de boeken van Kristen Proby echt heel erg mooi. Ik heb al meerdere boeken van haar gelezen en ik ben wel echt fan. Dus ik kan haar als schrijfster zeker aanraden en ook dit boek wel. Want ik heb zelfs af en toe wel een beetje moeten lachen om dit boek. Dus ik vond dit zeker een aanrader. Het volgende boek wat ik heb gelezen is Zij. Dit is geschreven door Hannah Hill en het boek gaat over Alex. Hij heeft in het eerste deel een vrouw ontmoet en die is op een gegeven moment weer uit zijn leven verdwenen. Het probleem is dat ik de naam van deze vrouw niet meer weet en die kan ik nergens terugvinden. Dus ik zal het ook op... daarom zal de uitleg misschien een beetje lastig worden, maar ik ga het zo goed mogelijk proberen. Zij heeft hem dus verlaten en zij is naar haar broer gegaan, want ze is er zeker van dat hij eigenlijk niet in haar wereld past, want zij is op de vlucht voor haar vader.
Haar broer ziet eigenlijk toch wel dat ze er heel erg veel moeite mee heeft. En hij vindt op een gegeven moment ook dat ze wel lang genoeg heeft getreurd. En hij vindt ook eigenlijk dat ze Alex uitleg moet geven en meer moet vertellen waarom zij is gevlucht. Alex zit er ook helemaal doorheen en ze besluit om toch terug te gaan naar de plek waar hij woont. En met haar broers samen. En ze moeten wel opschieten, want haar vader die kan er wel achter komen. Ze gaat naar Alex toe en ze hebben dan op zich wel een goed gesprek. Alleen ze durft nog steeds niet te vertellen wat nou allemaal achter het hele verhaal zit. Omdat ze heel erg bang is dat Alex het niet zal begrijpen. Alex is ook helemaal kapot van liefdesverdriet, omdat hij gewoon echt een hele goede connectie met haar voelde. En als ze dan een paar dagen bij Alex is, want ze kan maar een paar dagen blijven, wordt zij op ruwe wijze weer meegenomen door haar vader, die haar dus inmiddels heeft gevonden. Dat mondt ook uit in een vechtpartijtje en zo zijn ze dus weer van elkaar gescheiden. En Alex weet eigenlijk nog steeds niet wat er dus echt speelt. Uiteindelijk komt hij er wel achter. Het blijkt dus dat de vader van dit meisje een maffiabaas is. En hij komt zelf uit een maffiafamilie. En hij is daar zelf aan weten te ontsnappen. Dus hij weet hoe het voelt om in zo'n familie te zitten. Uiteindelijk heeft haar vader haar meegenomen naar hun grote landhuis. Ergens heel ver weg waar ze helemaal niet naar buiten kan. En ze wordt heel opstandig tegen haar vader, want ze wil gewoon bij Alex zijn. Dus hij gaat naar Alex toe en hij zegt dan ook, je mag wel bij mijn dochter zijn. Maar dan ga je voor een jaar mee naar mijn landgoed en moet je een jaar binnen blijven. Maar hij moet dus dan een jaar op zijn landgoed doorbrengen en dan kan hij dus bij het meisje van zijn dromen zijn. Nou, hij moet hier wel even over nadenken, want hij kan niet zomaar huis en haard achterlaten. Uiteindelijk besluit hij om dat dus te doen. Dus hij is dus gewoon een heel jaar bij haar in omringd. Hij mag ook niet weten waar hij zit. En dan eigenlijk na een jaar, als ze dat volbracht hebben, dan mogen ze ook samen gaan wonen in een woning die wel aangekocht wordt door haar vader. Want hij wil wel er zeker van zijn dat haar veiligheid voorop staat. Maar zo kunnen ze toch wel een leven opbouwen. En ja, ik vond het wel een heel mooi boek, maar ik ben nooit zo heel erg van dat maffia gedeelte. En dat vond ik best wel een beetje lastig, omdat ik dat zelf eigenlijk helemaal niet zo goed begrijp. Maar ik was wel heel benieuwd, omdat ik nu eindelijk weet wat er dus achter zit. Achter het hele verhaal, want zij was best wel mysterieus. Dus dat vond ik wel heel erg mooi. En ja, ik heb op zich wel genoten van het boek, maar het maffia gedeelte, dat vind ik dus een beetje vaag. Het volgende boek wat ik heb gelezen, dat is het boek Alle Singles aan Tafel. En deze komt uit de Nashville-serie. Dit is boek 1. Dit boek is geschreven door Angela Britnell. Dit boek gaat over een banketbakker, Maggie Taylor en een Amerikaanse advocaat, Chet Robertson. Zij ontmoeten elkaar tijdens een trouwerij, want de vriendin van Maggie gaat trouwen en zij maakt daar dus een taart voor. En zij heeft dus een cateringbedrijfje met haar zus. En zij doet daar dus de catering. Maar hun zijn allebei single, dus ze belanden aan de singlestafel. Ze hebben echt zo'n tafel gemaakt die alleen is voor singles. En hoewel zij niet continu aan die tafel zit, ontmoet ze daar toch deze chat. Ze heeft het zusje waarmee ze deze dit bedrijfje heeft. Dat is niet een heel erg lief zusje. Ik vind haar echt een beetje een trut. Ik snap echt bij heel veel keren snap ik niks van haar. Maar dan gaat de taart die zij heeft gemaakt, die valt eigenlijk omver. En moet ze dus heel snel improviseren. En chat helpt haar daarbij. Eigenlijk als hij haar daarbij helpt, begint ze eigenlijk al vrij snel te twijfelen of er meer tussen hun is. Omdat ze eigenlijk niet gewend is dat iemand zo behulpzaam is en ze het best wel goed met elkaar kunnen vinden. Maar ja, de afstand vindt ze best wel een ding. Dus ze weet ook dat hij weer terug zal gaan naar Amerika.
En zij is Brits. Hij zou in eerste instantie tot die woensdag blijven, maar hij besluit er dan toch wat dagen aan vast te plakken. Ook zit daar een oudere vrouw aan tafel die best wel een beetje het hoge woord in heeft. Die eigenlijk een groot gedeelte van haar leven voor deze twee zusjes heeft gezorgd, omdat hun ouders op vroege leeftijd al zijn overleden. Dus ze vraagt dan ook of hij meegaat, of hij bij haar ook komt thee drinken. Alleen, Maggie is gewoon niet heel erg vrij, omdat haar zusje heel veel aandacht opeist. Die heeft op dat moment een relatie die uitgaat en dan blijkt zij in verwachting te zijn. En dan gaat Maggie eigenlijk een soort van bemiddelen tussen hun twee en ook Chad is daarbij. Het is best wel een heel, dat wordt heel ingewikkeld en uiteindelijk komt het dan tussen die zus en die vriend ook wel weer goed. En dan is het dus kijken van, ja, Chad en Maggie die voelen ook veel meer voor elkaar. Dus dan is het kijken hoe gaan ze dit bij elkaar proberen te brengen, omdat hij uit Amerika komt en zij uit Brittannië. Ik wil verder niet te veel spoileren, want ik vind echt dat dit boek een aanrader is om te lezen. En ik ben je benieuwd naar dit boek, zou ik het jezelf heel erg gunnen om dit boek ook gewoon zelf te kunnen lezen. Dus, maar ik vond hem in ieder geval heel erg mooi. Het volgende boek wat ik heb gelezen, dat is het boek Het Spel. Deze komt uit de Briar U-serie en dit is boek deel 3. Is geschreven door Ellen Kennedy. En dit boek gaat over Demi. En Demi wordt voor een opdracht gekoppeld aan een populaire ijshockeyspeler, namelijk de speler Hunter. Ze kunnen het eigenlijk heel erg goed met elkaar vinden en ze worden vrienden. Het is wel echt duidelijk alleen vrienden, want Demi heeft een relatie en Hunter die wil het ijshockeyseizoen afspelen met een kampioenschap. En hij heeft ook beloofd aan zijn team om meisjes uit de buurt te houden. Maar dan is Hunter op een feestje en komt hij dus de vriend van Demi tegen die daar met een ander meisje aan het rotzooien is. Hij vindt dit een hele moeilijke situatie, want hij is vrienden met Demi en weet niet of hij dit Demi moet vertellen. Uiteindelijk besluit hij dit toch wel te doen en Demi die denkt dan eerst dat hij jaloers is, dat hij het daarom doet. Maar ja, dat is gewoon helemaal niet zo. Het is gewoon echt het feit dat deze jongen vreemd gaat. Daar komt Demi later zelf ook achter op een verjaardag en dan maakt ze het ook uit. Haar ex is wel hardleers, want hij blijft maar zeggen dat ze het weer met hem moet proberen en dat het wel goed komt, maar Demi is er klaar mee. De opdracht die Demi en Hunter samen doen, dat is ook een psychologische opdracht en Demi is hierbij de psychologe en Hunter die moet dus het een en ander vertellen. Het blijkt dus dat de dingen die hij vertelt dus uit zijn echte leven komen, maar hij weet er dus eigenlijk een hele mooie draai aan te geven dat het eerst niet opvalt, maar Demi heeft het al wel vrij snel door. Demi wil zich na haar relatiebreuk eigenlijk opvrolijken met een rebound en ze vindt Hunter daarvoor de perfecte kandidaat, want hij is vrijgezel en ze hebben ook een fijne chemie en ze vindt hem ook gewoon best wel heel erg leuk. Alleen Hunter heeft natuurlijk de belofte aan zijn team gemaakt en Demi maakt het hem gewoon wel heel erg lastig. Uiteindelijk besluiten ze toch wel om deze belofte dan te verbreken en dan merkt hij eigenlijk ook dat het op zijn spel helemaal geen invloed heeft, want ze worden zelfs kampioen en mondt het toch weer uit in een mooie relatie en ja, dat is eigenlijk wel heel mooi. Ik vond het een heel mooi boek, maar ik vind het altijd een beetje moeilijk doorheen komen, omdat deze leerlingen in deze boeken, die zijn nog studerend. En ja, ik ben natuurlijk al zo lang uit de schooltijd, dus ik vind het dan soms best wel moeilijk om me in jongere mensen te verplaatsen. Dus dat vond ik wel lastig, maar ik vond het boek wel heel erg mooi. Het laatste boek wat ik heb gelezen is het boek Voor Altijd de Jouwe. En deze komt uit de Zomerzussenreeks. Dit is boek 3 en dit is geschreven door Jennifer Probst. Dit boek gaat over Taylor Sunshine. Zij heeft met haar twee zussen een huwelijksbureau. En ze zorgen ervoor dat ze hun klanten een ultieme sprookjesbruiloft geven. Taylor en Pierce die zijn eigenlijk al jaren beste vrienden. Pierce is fotograaf, ze doet heel veel fotografie voor het bedrijf van de zussen. En
hun relatie is puur platonisch. En ze zijn ook vastbesloten om dit zo te houden. Hun vriendschap komt onder een hele grote druk te staan als Taylor besluit om weg te gaan uit Cape May. Want zij heeft dus een hele grote passie en dat is schilderen. En zij heeft een kans aangeboden gekregen om naar het buitenland te gaan om daar een expositie te houden. Dus aan het einde van het seizoen zou ze ook weggaan. Eigenlijk is er op een gegeven moment speelt er toch wel wat meer tussen Pierce en Taylor en besluiten ze dus het toch gewoon heel gezellig te maken samen op lichamelijk gebied. En dat zou dan eindigen zodra of een van de twee een relatie zou krijgen of dat Taylor weg zou gaan uit het stadje. Nou, die tijd die gaat veel sneller dan verwacht en ze hebben het beide eigenlijk best wel moeilijk met het vertrek van Taylor. En zij gaat dan naar Parijs en dan voelt zij zich eigenlijk de eerste tijd best wel eenzaam. En dan komt haar expositie dichterbij en Pierce besluit om dan naar Parijs toe te gaan om haar bij te staan bij die expositie. Nou, dit is hartstikke leuk en ze hebben het ook wel gezellig, maar Pierce wil eigenlijk daar blijven in Parijs, want hij is eigenlijk wel een beetje klaar met zijn foto's maken bij de bruiloften. Hij wil wel iets anders en hij vindt het eigenlijk toch wel heel fijn om bij Taylor te zijn, dus hij heeft zoiets, ja, het maakt eigenlijk niet uit vanaf welke plek ik foto's maak, want het kan eigenlijk overal en zo kan ik ook bij Taylor zijn. Taylor is veel te bang om zich te binden en drukt Pierce eigenlijk weg. Nou, dat zorgt voor best wel een ongemakkelijke situatie, want de oudste zus van Taylor trouwt op een gegeven moment en ze hebben eigenlijk helemaal geen gesprekken meer samen en het is gewoon heel ongemakkelijk. Uiteindelijk zet Taylor dan toch haar trots opzij en gaan ze het gesprek aan en komt ze er toch achter dat ze eigenlijk hartstikke verliefd is op Pierce. En hoort ze ook het plan dat Pierce had om bij haar te blijven. En dan voelt ze zich zo stom en gaan ze toch samen verder. Dus eigenlijk heeft het boek ook wel weer een heel erg happy end. Er gebeurt nog veel meer in het boek, maar nogmaals, ik wil niet te veel spoileren. Dus als je benieuwd bent naar deze reeks, zou ik gewoon zeggen, lees hem zelf en kom zelf achter de nog meer ontdekkende dingen in dit boek. Want er gebeurt echt nog heel veel meer, maar ik kan het boek zeker aanraden. Dan waren dit alweer de boeken die ik heb gelezen in mei. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij zelf een van deze boeken hebt gelezen. Of dat het misschien je genre is. Misschien heb je zelf wel een heel ander genre of ben je helemaal geen lezer. Ik ben wel benieuwd of jij zelf geïnteresseerd bent in een van deze boeken. Ik heb in ieder geval weer heel erg genoten van deze boeken. En ben alweer lekker aan het verder lezen. En ik vind het lezen nog steeds super leuk. En ik vind het ook nog steeds heel erg leuk om deze video's te maken. Dus ik hoop dat je ervan genoten hebt. Voor nu wil ik je in ieder geval bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Dit kan er op het rondje met mijn gezicht te drukken. En op mijn kanaal zelf staat een rode button. Als je die aanklikt, kun je je ook gratis abonneren. En daarnaast vind je een belletje. En als je daarop klikt, krijg je een melding zodra er van mij een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk? Doe dan even je duimpje omhoog als je wilt. Zou ik zelf heel leuk vinden. En dan wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij je volgende video weer te mogen zien. Doeg!